We zijn weer in het mooie Alsmeer. Na 12 profjaren terug bij Alsmeer, in Alsmeer. Waarom? Ja, voordat ik naar Duitsland ging, had ik hardop gezegd, ik kom ooit terug en dan ga ik hier wonen. En als de kinderen dan 4, 5 jaar zijn, als ik kinderen heb, dan gaan ze hier naar school. En de tijd is voorbij gevlogen. Ja, ik moet er nog aan wennen natuurlijk. Normaal is het 's ochtends krachttraining, eten en misschien een tukkie. Even met de kinderen spelen en weer door. En hier is het opstaan, kinderen naar school brengen, werken en dan trainen, zeg maar. Dus ik ben benieuwd, we zijn nu net begonnen. Dus het is anders, maar ik hoop dat het wel went. Ja, we hebben wel met een mannetje 15 hier eerst alles kort en klein geslagen. En ik denk dat toch, ik geloof dat we wel 5 containers met 6 kuub of zo puin hadden. Ja, Sherelle, haar oom, die heeft alle leidingen hebben ze gelegd. En ik ben met Jeroen, mijn schoonvader, hebben we het geïsoleerd. Dus ja, dat is gewoon dat wol er doorheen trekken. En uiteindelijk dan de gipsplaten er tegenaan geschroefd. Ik wist ook niet hoe dat allemaal, hoe de stroom loopt of weet ik veel wat, dat wist ik gewoon niet. En ja, daar kom je nu wel achter. En dat is ook wel interessant. Het geeft ook echt voldoening als je stap voor stap dat huis klaar gaat maken. En dat geeft veel meer voldoening als dat je in Duitsland, hier heb je een beetje geld en doe jij het maar even. Dus ik heb er echt zin in. De trap gaat trouwens ook nog weg. Moeten we er ook uitslijpen en hier... hebben ze al een houten plaatje tegenaan gezet. Die komt dan zeg maar zo. En deze, die gaat helemaal door tot boven. En die zetten we dan op de boom van de nieuwe trap, zeg maar. Als je denkt aan de Benelink, als speler voor Alsmeer, waar kijk je het meest naar uit? Ja, het meeste kijk ik natuurlijk uit om in Alsmeer weer te spelen voor de bekende mensen. En ook het rondje in Nederland en België dan te doen. Om oude bekenden te zien en gewoon nog even kunnen laten zien wat je kan. En andere jongens misschien ook te helpen met hun ontwikkeling. Dit is het. Back to the roots. Ja, ik ben gewoon de club ontzettend dankbaar dat ik door goede trainers zo ver heb kunnen komen. En dan vind ik het wel zo netjes dat je je club bedankt door middel van terug te komen en voor de club te spelen. En ik geef dan ook nog trainen, dus ja, ik had misschien ook naar Lions of Volendam kunnen gaan, maar dat doe ik niet. De trainingsweek is gestart, de voorbereiding is gestart. De eerste trainingen zijn geweest. Hoe is het om met het Alsmeer-embleem op je shirt in die Bloemhof te staan? Ja, dat was wel speciaal, moet ik zeggen. 12 jaar geleden had ik natuurlijk voor het laatst dat shirt aan. En dat geeft wel extra, niet spanning, maar een goed gevoel, zeg maar. En, je speelt echt met je hart en dat kwam een beetje terug, zeg maar. Begin september start die Benelink. Kunnen we alvast een draaibal noteren? We hebben 3 linkerhoeken. Ik begin op nummer 3, dus dan moet je eerst maar eens zien te scoren. En daarna zal ik wel een mooi draaiballetje denken. Ik zie toch een kleine twinkeling in je ogen. Ja, natuurlijk. Dat is altijd leuk. Maar eerst weer boven het plafond doen en beneden de bedrading. Ja, we gaan aan de bak. Werk aan de winkel. Komt goed.